3. Samen sterker. Europese samenwerking levert op veel terreinen voordelen op voor Nederlanders. Door zaken gezamenlijk aan te pakken, kunnen we doeltreffender en efficiënter zijn en dus betere resultaten behalen. Daar profiteert iedereen van. Zaken als ons milieu, onze privacy en onze telefoonrekening stoppen niet bij de Nederlandse grens. De EU kan haar meerwaarde voor burgers in alle lidstaten bewijzen door op grensoverschrijdende beleidsterreinen samen te werken. Wanneer landen deze dingen op eigen houtje regelen, kunnen problemen niet goed aangepakt worden. De P van de A vindt het belangrijk dat Europese landen daar waar dat winst oplevert, intensief samenwerken. Samen staan we sterker. Veiligheid over grenzen heen. Criminaliteit stopt niet bij onze grens. Voor de bestrijding van internationale criminaliteit en terrorisme moeten we samenwerken met andere landen. Alleen samen kunnen we de strijd aangaan tegen mensenhandel, huwelijksdwang, drugscriminaliteit en financiële misdrijven. Dat geldt ook voor criminaliteit die zich concentreert in grensregio's en voor rondtrekkende criminelen die in ieder land weer berecht worden als first offenders. Wel moet er altijd genoeg ruimte zijn voor landen om hun eigen keuzes te maken bij de aanpak van problemen. Ons Nederlandse drugsbeleid is hiervan een voorbeeld. Onze privacy is door de snelle technologische ontwikkeling steeds meer onder druk komen te staan. We slaan enorme hoeveelheden data op in de cloud zonder te weten waar die gegevens beheerd worden. Onze persoonsgegevens zijn handelswaar geworden. Zonder dat we daar nog zeggenschap over hebben. De onthullingen over de werkwijze van inlichtingendiensten roepen verontwaardiging en ook heel wat vragen op. Duidelijk is dat de balans tussen privacy en veiligheid uit het lood geslagen is. Dat moet met urgentie hersteld worden. Daarom zorgen we binnen Europa voor heldere regels die de rechten van burgers centraal stellen. Bovendien moet de EU met anderen, waaronder de VS, veel scherpere afspraken maken zodat onze privacy gegarandeerd wordt. Een Europese bewaarplicht verplicht nu telefonie- en internetaanbieders te registreren wie met wie contact heeft gehad en deze gegevens minimaal zes maanden te bewaren. Deze bewaarplicht maakt Europa niet veiliger en kan worden misbruikt en moet daarom worden afgeschaft. De EU zet zich maximaal in voor de bescherming van privacy, zowel online als offline. persoonsgegevens zijn en blijven eigendom van de persoon onafhankelijk van de locatie waar deze worden opgeslagen. Iedereen heeft altijd recht op inzage om informatie te laten vernietigen en om verstrekking van gegevens aan derden te verhinderen. Alle nieuwe regelgeving wordt getoetst op privacybescherming en informatievrijheid. Handelsakkoorden met derde landen worden alleen afgesloten wanneer deze waarborgen voor onze privacy bevatten. Ook bij de bestrijding van criminaliteit en terrorisme geldt dat dit alleen toegestaan kan zijn in combinatie met strikte wettelijke waarborging en voortdurende toetsing door de rechter. Eventuele obstakels tussen lidstaten die een effectieve samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding in de weg staan, moeten worden weggenomen, waarbij de Europese instanties Europol en Eurojust het voortouw nemen. Naast de bestaande registers voor fraude en seksueel misbruik dient er ook een Europese databank voor andersoortige criminaliteit. Zoals zakkenrollers, autodieven en andere rondtrekkende criminelen in het leven te worden geroepen. Dit om ervoor te zorgen dat zij in de verschillende lidstaten niet als first offenders te boek komen te staan, maar als veelplegers. De EU zet zich maximaal in voor de bescherming van persoonsgegevens, zowel online als offline. Veiligheidsdiensten van binnen of buiten de EU. Mogen nooit inbreken op de privacy zonder strikte wettelijke waarborging en toetsing door de rechter. Nieuwe voorstellen voor handhaving van het intellectueel eigendom moeten worden getoetst op privacybescherming en informatievrijheid. Indien deze niet voldoende gewaarborgd blijken, zal de P van de A, net als bij ACTA, niet instemmen. We blijven ons inzetten voor het wegnemen van onnodige juridische belemmeringen voor burgers en bedrijven die komen door verschillende rechtsstelsels. Daarbij moeten we blijven zorgen voor een hoog niveau van rechtspraak binnen de EU, waarbij uiteraard de onafhankelijkheid en integriteit van rechters buiten kijf staat. Maar het strafrechtelijk beleid, zoals die gerelateerd aan euthanasie, abortus en softdrugs. Blijft uiteraard een nationale aangelegenheid. Een citaat van Raymond Timmers: meer internationale samenwerking tussen politiekorpsen en een internationaal onderzoeksorgaan naar corruptie. Samenwerken, samen leren. Vrij verkeer en gezamenlijk asielbeleid. Het vrije verkeer van personen is een basisrecht binnen de EU, en het vrije verkeer van goederen heeft gezorgd voor de economische ontwikkeling die we sinds de start van de Europese samenwerking meegemaakt hebben. Ondanks alle vooruitgang zijn er nog steeds belemmeringen voor mensen die bijvoorbeeld aan één kant van de grens wonen en aan de andere kant werken. Voor deze grenswerkers en voor andere Europeanen die graag vrij rondreizen, moet er beter samengewerkt worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de mobiliteit van pensioenrechten en beter grensoverschrijdend openbaar vervoer. Verdergaande samenwerking is nodig waar het de opvang en behandeling van asielzoekers betreft. Het voorkomen van mensensmokkel en van rampen zoals bij Lampedusa is een verantwoordelijkheid die we ons alle moeten aantrekken, aan welke kant van het continent we ook wonen. We streven naar één Europees asielbeleid. Gebaseerd op EU-brede minimumvoorwaarden, die een menswaardige en respectvolle behandeling van asielzoekers, waar ook in de EU, garanderen. De toetsing van asielaanvragen wordt hetzelfde in alle lidstaten. Dit om te voorkomen dat vaak kwetsbare asielzoekers het slachtoffer worden van de willekeur van landen. De opvang van asielzoekers is een verantwoordelijkheid van alle lidstaten, niet alleen van de landen aan de buitengrenzen. De P van de A neemt het initiatief om hiervoor concrete voorstellen te doen. Nederland neemt voluit zijn aandeel in de eerlijke verdeling van de EU-brede opvang van asielzoekers. Opvang moet daarom eerlijker verdeeld worden. We streven naar opvangvoorzieningen die voor asielzoekers in alle lidstaten op een gelijk hoog niveau liggen. In noodsituaties aan de buitengrens, zoals bij bootvluchtelingen. Moet duidelijker worden wie verantwoordelijk is en altijd humane opvang worden geboden. Hulp aan mensen in nood mag nooit strafbaar zijn. Landen mogen toetreden tot het verdrag van Schengen als er voldoende vooruitgang is geboekt met het bestrijden van georganiseerde misdaad, corruptie en als er een solide bewaking is van de buitengrens. Ook moet de rechterlijke macht voldoende onafhankelijk functioneren. Grensarbeiders die te maken hebben met complexe situaties, bijvoorbeeld rondom pensioenen, belastingen of verzekeringen, moeten kunnen rekenen op adequate hulp. Bij nieuwe nationale wetgeving moeten de departementen nagaan of de nieuwe regels expliciete gevolgen hebben voor grensarbeiders. Het grensoverschrijdend openbaar vervoer moet beter, frequenter en goedkoper. Ruime mogelijkheden, goed geïnformeerd en beschermd. Het is voor consumenten steeds moeilijker om inzicht te hebben op hoe producten en prijzen tot stand komen. Om als Europese burger te kunnen vergelijken en kiezen, is goede, overzichtelijke informatie van groot belang. Bedrijven geven soms bewust geen duidelijk inzicht in de prijzen en voorwaarden en soms worden onnodige kosten in de rekening gebracht. Bijvoorbeeld bij tarieven voor mobiele telefonie. Een open en volledig toegankelijk internet is een voorwaarde voor toegang tot informatie en cultuur en daarmee voor innovatie en ontplooiing. Daarvoor is netneutraliteit noodzakelijk. Ook voor patiënten en studenten vervagen de grenzen tussen lidstaten. Europese landen moeten samenwerken om te zorgen dat ook zij goede informatie voor handen hebben en dat belemmeringen worden weggenomen. Belangrijk is daarbij dat we ervoor zorgen dat overal in Europa kwaliteit gewaarborgd blijft, bijvoorbeeld door elkaar te informeren over misstanden in bepaalde sectoren. Bedrijven moeten ook online consumenten helder informeren over de herkomst van producten, prijzen, garanties en andere essentiële verkoopinformatie. De P van de A streeft naar één interne telefoonmarkt. De EU heeft geen binnengrenzen. Dat zou ook voor telefonie en internet moeten gelden. De verlaging van de roamingprijzen is een stap vooruit. Internationale beltarieven moeten transparanter worden gemaakt. Lidstaten moeten informatie over falende medische professionals verstrekken aan alle andere lidstaten. Een werkverbod kan op die manier effectief in de hele EU gelden. Nieuwe medische hulpmiddelen worden alleen toegestaan na een keuring op Europees niveau. Waar mogelijk breiden we de Europese uitwisselingsprogramma's Erasmus voor studenten in het hoger onderwijs en Leonardo da Vinci voor studenten in het beroepsonderwijs uit. We stimuleren Nederlandse studenten hieraan mee te doen. Ook willen we met meeneembare studiefinanciering hele studies in het buitenland mogelijk maken. Juist in tijden van economische crisis is het van belang dat we zorgvuldig aandacht besteden aan wederzijdse erkenning van diploma's en competenties om ervoor te zorgen dat mensen overal in Europa aan het werk kunnen. Momenteel geldt op Europees niveau een laag btw-tarief voor fysieke boeken en voor digitale boeken op fysieke dragers, CD, maar een hoog btw-tarief voor online materiaal. De P van de A maakt zich sterk voor het gelijktrekken van het btw-tarief voor digitaal lesmateriaal, zo nodig via tijdelijke uitzonderingen om het gebruik van online lesmateriaal te bevorderen. Kiezen voor duurzaamheid. Het is aan ons om de wereld op een goede manier achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Grote uitdagingen daarbij zijn klimaatverandering, schaarste van grondstoffen. En het behouden van een leefbare wereld voor een almaar stijgend aantal mensen. Dit zijn bij uitstek thema's waar Europese samenwerking noodzakelijk en mogelijk is. We kiezen in Europa voor ongekende ambitie als het gaat om verduurzaming van onze economie. We willen de motor worden van duurzame technologie in de wereld. Dat zorgt voor een gezonde wereld voor onze kinderen en het zorgt voor werkgelegenheid. Het klimaat- en duurzaamheidsdebat hoort in het hart van de sociaal-democratische discussie over het welzijn van mensen. Wij willen in 2050 een CO2-emissievrije Europese economie. In lijn met de bestaande afspraken in EU-verband moeten al in 2030 tenminste 40% minder broeikasgassen worden uitgestoten. Deze ambities halen we alleen als we Europees samenwerken. Europa kan als grootste economie van de wereld het verschil maken als we de kennis, kunde en kracht bundelen. Bij burgers, in het bedrijfsleven en in de academische wereld om zo te komen tot de technologieoplossingen voor een duurzame toekomst. Europa kan bijvoorbeeld veel sneller een duurzame energievoorziening realiseren als er echt wordt samengewerkt. Subsidieprogramma's verschillen te veel per land, elektriciteitsnetwerken zijn te weinig grensoverschrijdend. Terwijl de zon in het zuiden, de wind in het westen, de waterkracht in het midden en de duurzame biomassa in het noorden en oosten gezamenlijk Europa van schone energie kunnen voorzien. Hiervoor dienen stimuleringsprogramma's te worden geharmoniseerd en als smart grids en grootschalige transnationale netwerken worden aangelegd. De EU moet haar ambities en samenwerking hier vergroten. De Europese Unie streeft naar een gezamenlijke energiepolitiek met energieleveranciers buiten de Europese Unie, in plaats van het afsluiten van bilaterale verdragen van de lidstaten met die energieleveranciers. De Europese Unie moet zich in navolging van Duitsland volledig inzetten op duurzame energie. De huidige internationale onderzoeksprogramma's naar het gebruik van kernfusie voor grootschalige energieopwekking worden gestimuleerd. Ook voor de jaren na 2020 blijft een ambitieuze duurzame energiedoelstelling nodig. De P van de A ondersteunt een minimale EU-doelstelling voor 30% duurzame energie in 2030. Binnen de EU moet het doel zijn om zo min mogelijk nieuwe grondstoffen te gebruiken en zoveel mogelijk gebruik te maken van grondstoffen uit afval, afvalwater en producten die al in omloop zijn. Ook hier geldt dat samenwerking veel beter moet. Kennis over de samenstelling van producten wordt veel beter vastgelegd en gedeeld, bijvoorbeeld door de invoering van een grondstoffenpaspoort voor marktproducenten, zodat recycling makkelijker wordt en producentenverantwoordelijkheid wordt versterkt. Innovatieprogramma's worden gebundeld om technieken te ontwikkelen en in te zetten om afval optimaal om te werken tot hoogwaardige producten voor chemie, farmacie, bioverpakkingen, bioplastics, Veevoer en biobrandstof. Er gaat zo min mogelijk afval de verbrandingsovens in. Deze recycle-industrie levert werk op. De prijs voor emissiecertificaten wordt weer zo hoog dat zwaar vervuilende bedrijven een echte financiële prikkel voelen om te investeren in schonere technologie in plaats van de eigen vervuiling af te kopen. Daartoe wordt het aantal certificaten verder beperkt. De Europese Unie maakt van het bestrijden van klimaatverandering en het helpen van landen bij klimaatproblemen een prioriteit, onder andere door het delen van technologische kennis rondom bodem, water, voedsel en energie. De EU houdt zich aan de internationale afspraken voor klimaatfinanciering. Het landbouwbeleid moet op de schop. Geen platte toeslag per hectare. Maar subsidie voor daadwerkelijk verduurzamen van de productie van gezond en veilig voedsel en voor de zorg voor natuur en milieu. Voedsel wordt daar waar mogelijk lokaal geproduceerd, om zo de boer een redelijk inkomen te kunnen geven en de leefbaarheid op het platteland te vergroten. Als we al subsidies geven, moet de nadruk liggen op extensieve, groene, kleinschalige en innovatieve productie. Met veel aandacht voor inpassing van landbouwactiviteiten in het milieu, de toekomstgerichte ontwikkeling van plattelandsgebieden en een verantwoorde dierhouderij die past bij de omgeving. Ook in Europees verband blijven we ons inzetten voor betere omstandigheden voor dieren in de veehouderij, in het bijzonder als het gaat om diertransport. Ons voedselsysteem is zeer complex geworden. Dat hebben we ook gezien aan recente incidenten met betrekking tot herkomst van voedsel. De P van de A maakt zich in Europa dan ook hard voor goede informatieuitwisseling tussen de lidstaten. Wij willen een centrale zwarte lijst van voedselproducenten en verwerkers die de fout in zijn gegaan, om te voorkomen dat ze gemakkelijk elders in de Unie hun praktijken voort kunnen zetten. De P van de A is sterk tegen het toekennen van octrooien voor levend materiaal en vindt dat het bestaande kwekersrecht voldoende bescherming biedt. Natuur en water houden niet op aan de grens. Het is van belang om het Europees beleid op het vlak van natuur, milieu, water, landbouw en recreatie beter op elkaar af te stemmen. De P van de A zet in op het behoud van biodiversiteit en de verbetering van waterkwaliteit. We willen dat vervuiling in het water, zoals medicijnresten, chemische stoffen, microplastics, bij de bron wordt aangepakt, waarbij de vervuiler betaalt. Er komen grensoverschrijdende ecologische hoofdzones voor Europese natuurgebieden. Ook wordt een kader ontwikkeld voor de vervuilende exploratie van grondstoffen, zoals schaliegas, omdat de ecologische impact hiervan grensoverschrijdend is. De PvdA gelooft dat duurzame ambities niet van overheden alleen zijn. Met een brede coalitie van burgers en bedrijven kunnen we veel succesvoller zijn in het werken aan een groene economie. Er moet in Europa meer ruimte gegeven worden aan duurzame, decentrale energieinitiatieven. De PvdA pleit ervoor om hieraan in Europees verband samen te werken. Een citaat van Menno Oosterhoff. Europese energiepolitiek: produceer waar het echt kan. Windmolens waar het waait, stuwmeer waar water is en geen zonnepanelen in de regen. Een citaat van Koen de Pater. Een bodemprijs voor CO2 emissierechten die kolen zo duur maakt dat schone elektriciteit meer kans maakt.